Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Wat doen YouTubers op het moment dat de content die ze eigenlijk moeten hebben niet ready is? Nou, dan gaan ze naar de goedkoopste oplossing die er is. Een tierlist maken en dat ga ik vandaag ook doen. Ik heb vandaag hier de mainline Pokémon games plus de GameCube games tierlist. En ik doe dit onvoorbereid expres, omdat ik omdat dit elke keer als ik hierover nadenk is het weer anders. Het is puur op gevoel en ook zodat jullie meteen mijn mijn echte reactie gaat krijgen. Daarbuiten vind ik ook, dan wordt het niet zo opgelezen gevoel, zeg maar. Dus laten we gewoon beginnen. Ik zie wel dat alles door elkaar staat hier onderin. Dat is niet per se heel erg handig. Dus ik ga... Pardon. Ik ga kijken of ik het op de juiste volgorde kan doen. Maar het kan wel misschien wel misgaan. We beginnen natuurlijk bij Red & Blue. Ik heb Red & Blue zeker gespeeld. Ben ik er heel erg fan van? Nee. Als je me dit een jaar geleden had gevraagd, had ik gezegd van... Kut games. Die wil ik niet meer spelen. Nu heb ik hem een paar keer gespeeld voor de hardcore generations die ik op mijn Twitch heb gedaan. En ik moet zeggen, ze zijn te doen. Het ziet er niet uit. Heel veel mechanics zijn super kut. Alleen, het heeft een klein plekje in mijn hart gekregen. Dus ik ga het C-tier geven. Het is toch het begin van de mooie franchise die het is. Dus het is zeker een... C-tier waard. Laten we dan meteen naar opvolger Yellow gaan. Yellow, eerlijk is eerlijk, die is slechter dan dat Red & Blue zijn. Je moet met de Pikachu, wat super kut is, want de eerste gym is een Rock-type. Het enige voordeel is, je kan wel alle drie de starters halen, maar het is gewoon een mindere game dan Red & Blue, omdat ze gewoon sommige mechanics hebben veranderd en heel veel om Pikachu draait. Ik heb ook niks met Pikachu, dus misschien is dat ook wel de reden daarvan. Maar in ieder geval een slechtere tier dan dat Red & Blue is. Ik heb hier nog iets anders, namelijk Gold en Silver. In eerste instantie zou ik zeggen, Gold en Silver, best een goede game. Nu zeg ik, Gold en Silver, A-tier. Superkut. Level curve, superkut. Echt alles is kut, behalve de Pokémon. De Pokémon zijn wel vet en de sfeer die het geeft is misschien ook wel oké. Maar alles aan die game, ik heb het laatst weer gespeeld. Echt, elke keer dat ik die game speel, ben ik gefrustreerder. Dus A-tier... slechtste van alles. Nou, misschien niet de slechtste game van allemaal, maar wel in de slechtste tier van allemaal. Want ik ga ze ook nog in de tier, ga ik ze ook nog ranken. Maar daar komen jullie straks achter als er eentje in dezelfde tier gaat belanden. We gaan naar Crystal, wat overigens een betere game is dan Gold & Silver op meerdere vlakken. Nog steeds is de level curve superkut. Hier zit heel veel nostalgie bij mij aan. Dus ik vind hem ook beter dan Yellow. Maar daar houdt het dan ook bij op. Verder vind ik het, ja, het is die level curve waar ik gewoon niet overheen kan. Verder wel heel veel nostalgie en is Crystal zeker een verbeterde versie van Gold en Silver. Dan gaan we naar Gen 3 en Gen 3 staat bij mij heel hoog. Gen 3, Ruby en Sapphire krijgt van mij B-tier en geen A-tier, omdat Emerald sowieso beter is dan Ruby en Sapphire. En daarbuiten zijn de remakes ook beter dan Ruby en Sapphire. Maar wel echt, als ik de game speel, altijd. Ik vind het altijd fijn om die game te spelen. Oeps. Ik vind het altijd fijn om die game te spelen. Veel nieuwe vette Pokémon. Heel ander landschap natuurlijk. Voor het eerst in kleur. Het ziet er allemaal beter uit. Level curve is beter. De hele spread over de games beter. Ze hebben veel unieke cities, zoals Fortress City, waar ik altijd heel altijd een goede herinnering aan heb. En natuurlijk ook Sootopolis. Dus nee, het is een game die echt bij mij echt in het hart ligt, zeg maar. Gen 3. Dan komen we bij Emerald. En die is beter dan Ruby en Sapphire. Gewoon een verbeterde versie. Dat is eigenlijk bij alle versies die zeg maar in dezelfde generatie... horen, alleen een verbeterde versie van, zijn eigenlijk die altijd beter dan de originele. Dan gaan we naar Diamond & Pearl. En Diamond & Pearl krijgt van mij
een C-tier. En dan wel boven Red and Blue, want ik vind ze beter dan Red and Blue. Het probleem met Diamond and Pearl is, het is heel sloom. En dat weet iedereen. Daarom hebben ze Platinum gemaakt, wat allemaal veel sneller is, waardoor het veel beter is. Zit ook wel een hoge nostalgiegraad in. Gewoon een vette game. Zeker voor het eerst dat je naar de DS ging, waren er weer meer features, was allemaal gewoon... goed voor op dat moment. Alleen het al super trage games. Dus dat is wel echt een minpunt. Gelukkig hebben we daarna Platinum gekregen. En Platinum, die vind ik lastig. Ik denk dat Platinum onder Ruby en Sapphire scoort. Maar wel in de B-tier. Dus ja, Platinum, gewoon net als Emerald, verbeterde versie van. Dus nee, die verdient zeker deze tier. Dan krijgen we Heart Gold en Soul Silver. Heart Gold en Soul Silver is level curve 2.0. Maar wel met veel verbeterde versies. Natuurlijk buiten de graphics, dat het er allemaal beter uitziet. Want bijna altijd gaat dat ook zo zijn als we verder spelen. Overigens ben ik Colosseum en XD vergeten in de chronologische volgorde. Dus die doen we hierna. Maar Heart Gold, Soul Silver. Nog steeds erg kut door de level curve. Maar ze krijgen wel C-tier boven Red, Blue en Pearl en Diamond. Dan gaan we heel eventjes terug naar Gen 3. Want dan krijgen we namelijk Pokémon Colosseum. Pokémon Colosseum, daar heb ik haat-liefde-verhouding mee. Het is een vette game. Als je het voor het eerst speelt, zeker de moeite waard. Iedereen die hem nog nooit heeft gespeeld, zeg ik altijd, is een must. Een must dat je die ooit gespeeld hebt als Pokémon fan. Replayable, ja. Het probleem is, het is altijd dezelfde Pokémon die je kan vangen. Het is maar een kleine pool met Pokémon. Super traag, de battles, oh mijn god. En weet je, dat de battles traag zijn, is op zich niet heel erg. Alleen, het zijn zoveel battles. Het zijn alleen maar battles, want je hebt geen wilde battles, zeg maar. Dus je hebt geen wild Pokémon. Het is alleen maar battle, battle, battle. Van battle naar battle. En die battles die zijn super traag. Je hebt zelfs een 100 battle tree heb je die je moet doen. Het is, dat is wel iets wat mij heel erg tegenstaat. Maar het is wel een leuke game. Maar ik zet hem onder Red and Blue, omdat ik Red and Blue net iets replayabler vind. Ik vind overigens Pokémon XD een zeker een verbeterde versie van Colosseum. Maar verder, heel veel mechanics zijn wel hetzelfde als van Colosseum. Het gaat allemaal net iets sneller. Het is gewoon net een stapje beter dan Colosseum. Maar wel onder Platinum en Ruby en Sapphire. Goed, dan gaan we verder waar we gebleven zijn. Als laatste hadden we Heart Gold Soul Silver gedaan. Dus dan gaan we nu door naar Black. Pokémon Black and White. Minst favoriete generatie. Wel veel Pokémon erbij gekomen, wat op zich nooit slecht is. Ze krijgen wel eens de comment van ja, heel veel slechte designs. Maar dat heeft Gen 1 ook. Gen 1 heeft Bulbasaur als starter. Nou, over slechte designs gesproken. Ik ga Black and White. Vind ik lastig. Vind ik erg lastig. Ik ga hem... ik ga hem D-tier zetten. Tussen Crystal en Yellow in. De graphics zijn echt om te kotsen. Je ziet alleen maar blokjes, zeg maar. Het is heel lelijk. Daar buiten wel veel vette Pokémon. Misschien ook wel... Eigenlijk moeten we gewoon terug naar Unova om Unova te waarderen voor mezelf. Verder, volgens mij is het qua story zit het op zich wel goed in elkaar. Dus dat doen ze dan op zich wel goed. Alleen, het is niet om aan te zien. Black and White 2 waren natuurlijk wel een stukje beter. Net als dat Emerald en Platinum beter zijn dan het origineel. Maar dan komt hij wel in C-tier onder Colosseum. Dan gaan we naar X en Y. Weer een hele grote verbetering tegenover Black and White. Ik denk dat X en Y voor mij B-tier scoort. En dan wel B-tier boven... Ja, hoe zou ik het zeggen? B-tier boven Platinum. Alleen wel onder Ruby en Sapphire. Omdat Ruby en Sapphire voor mij gewoon qua nostalgie net even wat meer scoort. Alleen X en Y was wel echt een fijne periode. Erg leuke games. Niet zo heel veel Pokémon erbij gekomen. Dat is wel jammer. Alleen het was wel een heropening van... gewoon de hele nieuwe generatie. Buiten de generatie in Pokémon ook. De generatie van console weer opende. Wat zoveel meer mogelijkheden heeft geboden. Waar we nu nog steeds van genieten. Ik zie dat ik Fire Red en Leaf Green ben vergeten. Kom ik zo op terug.
Maar dat vind ik wel... X&I is wel echt een game die ik heel graag opnieuw speel. Fire Red en Leaf Green. Beter dan Red en Blue. Beter dan Diamond en Pearl. Of hij beter is dan Heart Gold Soul. Ja, hij is ook beter dan Heart Gold Soul Silver. Maar ik vind hem geen B-tier. Dus ik zet Fire Red en Leaf Green vooraan op C-tier. Het ziet hem natuurlijk allemaal... Het is mijn allereerste game die ik ooit speelde, Leaf Green. Toen heb ik wel bij een vriend Emerald gezien. Toen dacht ik, wow, dat is een vette game. Toen haalde ik Leaf Green. Toen dacht ik, oké, het is nog steeds een vette game, maar het is wel iets minder dan dat Emerald is. Maar wel gewoon leuke games. Vooral dat die Seffy Islands erbij kwamen, dat vond ik wel vet. Even kijken, ik moet even opletten dat ik het nu dus wel op de goede volgorde doe. Ja, dat doe ik, want ik heb hier namelijk Omega Ruby en Alpha Sapphire, S-tier. Je hebt de vette graphics van X&I, die namen ze over. Ze maakten Ruby en Sapphire opnieuw met die vette graphics. De nummers werden opnieuw gebruikt, allemaal gerefreshed, allemaal echt... Als ik Littlewood Town hoor van Alpha Sapphire en Omega Ruby, dan word ik echt super blij. Een van de beste Pokémon games die ooit uit is gebracht, naar mijn mening. By far. Dan hebben we Sun and Moon. Sun and Moon vind ik lastige, want Sun and Moon heeft superveel potentie. Het enige relatief grote nadeel aan Sun and Moon vind ik dat een hele lange tutorial... Wel hele vette game qua design en graphics en vette Pokémon erbij gekomen. Grappig dat ze niet naar gyms zijn gegaan, maar naar trials. Er zitten heel veel goede dingen aan die game. Het enige grote probleem is dat die tutorial zo fucking lang is. En Sun and Moon werd natuurlijk eigenlijk net als met Black and White en Black and White 2. Alleen had Black and White 2 echt een heel groot ander verhaal. En met Sun and Moon en Ultra Sun and Moon is dat verhaalverschil is er wel, maar een stuk minder. Dus het is echt een onafgemaakte versie, zo voelt het heel vaak. Maar hij is beter dan Heart Gold... hij is niet beter dan Heart Gold Soul Silver. Ook niet beter dan Diamond and Pearl, maar wel beter dan Red and Blue. Dus ik zet hem op C-tier en dan tussen Diamond and Pearl en Red and Blue. En dan gaan we met Ultra Sun and Moon, wat natuurlijk een verbetering is op Sun and Moon. Gaan we naar B-tier, alleen wel onder X&I, boven Platinum voor mij. Dan gaan we naar het gedrocht wat Let's Go Pikachu en Eevee heet. Dat gaat meteen naar E-tier. En naar onder Gold en Zilver. Let's Go Pikachu en Eevee. Gimmick game. Als er een nieuwe Let's Go uitkomt, ga ik hem echt wel weer halen. Ga ik hem echt wel spelen. Heb ik vast wel het eerste dag dat ik er veel plezier uit haal. Het enige grote probleem is... De mechanic is super kut dat je alleen maar Pokémon's vangt. Dat je geen wild battles hebt. De enige battles die je hebt, dat zijn tegen trainers. En daar is de level skill ook niet echt heel leuk van. En je krijgt heel veel candies, dus het is ook niet per se heel moeilijk. Je kan alles aan je Pokémon heel super easy veranderen. Maar dat kan bij de meeste nieuwe games. Verder, als je kijkt naar wat Ultra Sun and Moon was... En dan hoe lelijk Let's Go Pikachu en Eevee is. Hoe cartoonish... En daar kom ik straks nog later op terug, want dat gaat nog een keer helaas zo gebeuren. Dan, het is gewoon een gedrocht. Het is gewoon echt lowest of low tiers. Er gaat ook niks onder deze game komen. In ieder geval in deze lijst, misschien in de toekomst, maar laat het niet. Net trouwens, jawel, er gaat wel iets onder deze game komen, maar daar kom ik zo terug. Er komt nog gedrochterig aan. We gaan naar Sword and Shield. Sword and Shield, leuke games. Eerste games met echt DLC in plaats van een nieuwe uitvoering. Wat echt super was. Ik heb heel veel plezier gehad aan Sword and Shield. Als je hem nu speelt, voelt hij een beetje bland aan. Zeker in het begin. Maar het zijn wel gewoon leuke games. Ik vind hem niet beter dan Platinum, maar wel beter dan XD. Dus hij gaat ook naar B-tier. En dan boven XD, maar onder Platinum. Dan gaan we naar Brilliant Diamond and Shining Pearl. Dat is pas het echte gedrocht. Oh, hier kan ik jaren over praten. Maar laten we het enige goede van die game benoemen. Hij is niet meer zo slow als het origineel. Verder, het ziet er niet uit. Ze hebben echt gewoon copy-paste gedaan van Diamond and Pearl. En het is er nog niet eens per se mooier op geworden. Het ziet er dus gladder uit, maar het zijn van die kleipoppetjes, van die chubbies. Het is zo lelijk. En als je dan kijkt naar Omega Ruby Alpha Sapphire, wat een super vette upgrade was van normale Ruby en Sapphire. En dan kijkt naar het gore wat Brilliant Diamond and Shining Pearl is. Nou echt, pijnlijk aan je ogen. Het is niet oké. Eigenlijk moet er nog een F-tier zijn, maar die is er niet. Dus hij gaat onderaan de E-tier, onder Let's Go Pikachu en Eevee.
Het doet bijna pijn dat ik gold en zilver op E heb gedaan, maar ik krijg elke keer ook pijn als ik de game speel. Dus die blijft daar wel staan, maar wel bovenaan in E. Maar nee, Brilliant Diamond and Pearl, als ik een game mag kiezen die nooit had uitgebracht had mogen worden, dan is het zeker Brilliant Diamond and Shining Pearl. Dan gaan we naar Legend Arceus. Als je mij dit, laten we zeggen, het is nu januari dus, en deze game kwam vorig januari uit. Als je mij dit had gevraagd, een jaar geleden, of nou ja, laten we zeggen 10 maanden geleden, dan had ik A-tier gezegd. Nu ben ik hem aan het replayen. Dat is ook waarom deze video online komt en ik op dit moment geen aflevering heb. Deze game is leuk als je voor de eerste keer speelt. Daarna niet meer. Het is echt qua replay value is echt super laag van die game. Waardoor die wel echt een stuk voor mij omlaag is gegaan. Ik zou hem willen zetten naar... Weet je, ik wil hem niet te veel pijn doen omdat de replay value niet goed is. Want op zichzelf, het is natuurlijk een prachtige game. Het game ziet er mooi uit. De gimmick of de gameplay, de stijl is super vet. Alleen heel erg eentonig. En dat is, of als je voor het eerst speelt, super leuk. Alleen daarna niet meer. Dus ik wil hem niet te veel pijn daarvoor laten leiden. Dus ik ga hem wel in B-tier zetten. Ik ga hem boven Sword and Shield zetten. Maar onder Platinum en ik ga hem daar neerzetten. Ik denk dat dit een mooie plek is voor Pokémon Legend Arceus. Ik verwacht dat er nog meer Legends games gaan komen. Ik hoop wel dat ze dan een beetje denken aan het Pokédex level systeem. En dat het voor replay value echt niet leuk is. Maar wie weet, ik verwacht dat eerder dat er een nieuwe Legends game uitkomt. Dan dat er een nieuwe Let's Go game uit gaat komen. Dan zijn we beland bij Pokémon Scarlet and Violet. Pokémon Scarlet and Violet ziet er prachtig uit. Heel veel leuke nieuwe Pokémon. Er zijn een paar dingen die ik jammer vind, maar dat zijn kleine dingetjes. Wat ik jammer vind aan Pokémon Scarlet and Violet is Paradox Forms. Dat had van mij niet gehoeven. Ik ben ook niet zo fan van Mega Evolutions, dus dan weten jullie dat waar het een beetje vandaan komt. Paradox Forms had van mij niet per se gehoeven. Ik had wel gewoon Regional Variants gewild, want dat vind ik dan wel weer super vet. Zoals dat Paldean Wooper erin zit. Alleen vind ik het wel heel erg treurig dat je bijvoorbeeld een tentacool, wat letterlijk een tentacool is, maar een andere kleur. En hij kan in plaats van dat hij zwemt, kan hij lopen op zijn flubbertjes, zeg maar. Dat je dat een andere naam geeft, terwijl het dezelfde Pokémon is. Super veel potentie voor dat soort dingen en daar hebben ze dan niks mee gedaan. Maar verder, hele mooie game, schitterende game. Deze game is voor mij A-tier. Onder Omega Ruby Alpha Sapphire, maar boven Emerald. Superleuke game. Heel veel potentie ook voor shiny hunters zoals mij met outbreaks en met sandwiches. Dus superleuke game. Voor mij mag elke komende game er zo uitzien en zo spelen als Scarlet and Violet. Ik neem even niet mee dat de graphics super kut zijn. Maar ze zijn nooit zo kut als dat Black and White is. En die staan ook niet onderaan. Dit is mijn tierlist. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jullie zullen het vast niet met me eens zijn. Maar dat boeit me helemaal niks. Ik wil jullie graag de volgende keer weer zien. Ik heb nog maar één ding te zeggen. Dat is adios, amigos.